Nou, dat was een hele klim. Boven hier in de toren. Tot bij de klokken. Nog een stukje verder, maar helaas hoger dan dat kon ik niet. Dus het dak hield me tegen. Dus ja, tot zover mijn eigen hemelvaart. Hoewel ik wel op het, denk ik, bijna hoogste puntje ben van Leuven. De kerk staat op een van de hoogste punten, zo niet het hoogste punt. En dan nog een toren van enkele tientallen meters. Maar tot in de hemel kom ik niet. Tenminste, nu nog niet. Dat zal misschien later ooit wel blijken. Maar ja, Jezus wel. Jezus komt tot in de hemel met zijn hemelvaart. Nou ja, hij wel, zou je zeggen. En dat is toch al altijd een beetje aparte viering wat we dan doen met hemelvaart, die lezingen en die we dan horen over hemelvaart. En ik zal een beetje de lezingen van vandaag, van hemelvaart, zal ik wat met elkaar verbinden. Want het gaat om niet alleen het evangelie, want daar wordt niet gesproken over de hemelvaart, maar ook de lezing uit de handelingen van de apostelen. Terwijl ze eens bijeengekomen waren, de leerlingen van Jezus, stelden ze hem de vraag: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? Maar hij gaf hen ten antwoord: Het komt niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Na deze woorden werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Terwijl ze hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: Mannen van Galilea, wat staan jullie toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde manier terugkeren als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Dat is over de hemelvaart en bij het evangelie wordt erbij gezegd. Dat is helemaal het einde, het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 28, 16 tot en met 20. In die tijd begaven de 11 leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hen aangewezen had. Toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer. Sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hem in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hem te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat is eigenlijk een wonderlijk feest. En ik moet bij denken bij hemelvaart, ik ben nu helemaal omhoog geklommen, maar ja, ik kom niet veel verder. Dat hemelvaart, of eigenlijk het hemelvaart en de verrijzenis, kun je vergelijken met een munt. Ik heb hier een munt bij me. En het mooie en een beetje gekke van die munten van ons, niet alleen in België of in Nederland, maar overal, je hebt zowel een kop als een munt. Een kop met het hoofd van staatshoofd. Ik heb hier nog een hele oude met koningin Beatrix van Nederland. En de munt met het bedrag wat het kost. En of je nou de ene kant gebruikt of de andere kant gebruikt, dat maakt niet uit voor je munt. Deze is 2 euro waard. En wij zeggen dan, het zijn eigenlijk twee beelden van dezelfde medaille. Zo kun je kijken naar de verrijzenis en hemelvaart. Dat zijn de twee verschillende afbeeldingen van dezelfde medaille. Het is die ene munt, maar met verschillende kanten. Want die leerlingen van Jezus hebben een intense ervaring gehad. Ze hebben hun leermeester op hun geloofsweg aan het kruis zien hangen, in het graf gelegd. En dan de ervaring van het lege graf. En dan is het graf leeg en ze hebben de ervaring ook te verhalen van de opstanding uit de doden. Dat is het ene beeld, het
ene beeld is de opstanding uit de doden. Het andere beeld is verhoogd zijn als Heer, als God. Want uiteindelijk is de centrale kern van een geloof van de apostelen is, God heeft deze Jezus die gekruist is opgewekt en verhoogd en tot Heer gemaakt. Dus opgewekt en tot Heer gemaakt, tot God gemaakt. Kijk, het opgewekt zijn, dat is dan de opstanding, de verrijzenis. Maar nu is die verrijzenis, ja, er zijn meer verhalen over verrijzenis uit de doden. Zeker ook uit het leven van Jezus zelf. Een aantal mensen heeft hij uit de dood slaap gehaald. Zoals dochtertje van Jairus, de dochter van de overste van de synagoge. Mensen dachten dat ze sliep, maar nee, ze leeft nog. Of de knecht van de hoofdman. Uit de dood weer, doodslaap weer teruggehaald. Ook andere verhalen van de jonge man bij Nain, die de enige zoon van zijn moeder die weduwe was. En Jezus wordt zoveel medelijden met die vrouw, en met hem blijkbaar ook, dat hij hem opricht uit de doden. Of Lazarus, zijn beste vriend. Die wordt na 4 dagen vanuit de dood weer teruggeroepen tot het leven. Dus die opstanding uit de doden, dat is in aanwezigheid van Jezus nog niet zo heel erg vreemd. Alleen al die mensen die opgewekt zijn uit de doden, die zijn ook weer gestorven. Lazarus, jongeling van Nain, dochtertje van Jairus. Uiteindelijk zijn ze allemaal gestorven. Dus de opstanding uit de doden is, als het gaat om Jezus, niet iets wat gaat om weer terugkeer naar leven van vroeger. Maar er is iets anders aan de hand. Namelijk, God is hier in het geding. Dat er ook weer een ander leven is na deze gebeurtenis van de verrijzenis. En dan komen we tot die andere kant van de medaille. Dat Jezus verhoogd wordt als Heer. En het beeld wat daarbij gebruikt wordt, is een wolk. Ik heb ooit, jaren geleden was ik met de scouting, waren we op een gletsjer aan het klimmen, in Kandersteg. En er was allemaal sneeuw natuurlijk, of geijsde sneeuw, met zo'n pikauwwiel, en dan moest je lopen en stappen. En in één keer, binnen enkele luttele seconden, trok het helemaal dicht in de bergen. Dus je zat 3000 meter hoog. Dus zat je als het ware in een wolk en je kon nog maar een paar meter voor je uitzien. En dat vond ik ontzettend eng. Je kon maar een paar meter voor je uitzien en je zag wel de contouren van degene voor je en nog iemand achter je. En dan moest je maar op vertrouwen dat zij ook veilig waren. Dus een wolk onttrekt iets aan je beeld. Maar je ziet wel iets, maar niet helemaal wat. En soms kan het ook weer plotseling zo weer verdwijnen, die wolk. Dat heeft ook iets met God van doen. Als je denkt God te zien, dan onttrekt hij zich weer aan je beeld. Of als Augustinus zegt, als je denkt God denkt te begrijpen, dan is het juist dat niet. Dus die wolk onttrekt het zicht op Jezus aan het beeld van de leerlingen. En hij gaat naar de hemel toe. Dat beeld van die wolk. Aan de andere kant het beeld dat die leerlingen moeten gaan naar de berg die Jezus aangewezen had in Galilea. Hun geloofsweg is begonnen in Galilea en hun geloofsweg eindigt ook in Galilea, op een berg die je aangewezen had. En ik denk altijd van, ja, welke berg zou het dan zijn geweest? Is dan de berg van de gedaanteverandering? Of is dat de berg van de zaligsprekingen? Want daar begint echt hun geloofsweg. Omdat Jezus ook verwijst naar de aansporingen die hij gegeven heeft, dat het gedoopt worden ook een weg is met Jezus. En datgene wat die weg inhoudt, is het begin van de bergrede, is de bergrede zelf. Dat is de geloofsweg van Jezus. Dus ze worden aan het einde van Jezus' leven, of na zijn leven en met zijn verrijzenis, wordt weer teruggebracht naar het begin, maar een heel ander en nieuw begin. En dan zegt Jezus, mij is alle macht gegeven op de hemel en op aarde. Nou, dat is prachtig. Dus Jezus is
als God. Hij staat daar gloriërend en machtig en krachtig. Maar er is maar één ding waar God geen macht over heeft. Dat is jou en mijn hart. Hij kan ons niet dwingen te geloven. En daarvoor heeft hij die leerlingen van hem nodig. Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie en doopt hem in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die leerlingen moeten op weg gaan met een geloofsweg. Terwijl ze ooit begonnen als 12 leerlingen en met die berg van de zaligsprekingen, hij sprak tot die kleine groep leerlingen over de hoogte van hun hoofden van hen heen naar de menigte, staan ze nu met 11 leerlingen en worden zij gezonden naar die menigte om hen tot een 12e leerling te maken. Het einde is weer teruggrijpen naar het begin. Maar de leerlingen en wij dus ook, wij hoeven dat niet alleen te doen. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heel het begin, nog voor het begin van Jezus' leven, wordt zijn naam genoemd in Matteüs Evangelie, het eerste hoofdstuk. Emmanuel, dat betekent God met ons. Aan het einde van het Matteüs Evangelie zijn dat de laatste woorden. Ik zal met u zijn. En die woorden, niet voor niets, helaas voor mensen uit België, maar geschreven op een Nederlandse munt, dat wat staat op de rand. God zij met ons. Dat God die met ons is, de ene kant en de andere kant met elkaar verbindt. Opstanding en verhoging van Jezus.